dinsdag. Ik had dus kringloopbeelden. En die kringloopbeelden die wilde ik sowieso in een video laten zien. En dat was allemaal nog voor alles dicht ging en zo. Toen ging ik kringlopen. Dus ik wou één hele grote kringloopvideo maken. Maar goed, letterlijk een paar dagen toen ik dat allemaal had opgenomen ging de boel dicht. En toen had ik dus nog een paar beelden, niet genoeg voor een hele video. En dat heb ik maar in deze vlog gedaan, want ik vind het ook zonde om dat weg te doen. Ik open mijn auto, ik zit hier met mijn zus. En wij gaan vandaag een dagje, of nou ja, eigenlijk een ochtendje kringlopen voor het nieuwe huis. Dus dit is alweer verhuisvlog 2. We zijn vandaag in Rijssen. Ik wil zelf ook nog een keer naar Deventer, want daar blijken ook leuke kringlopen te zitten. Maar vandaag gaan we naar waarschijnlijk 2 kringlopen in Rijssen, dus ik neem jullie gezellig mee. Specifieke doel is eigenlijk een eettafel fixen. Dus we gaan zien waar we mee thuis komen. Misschien wel helemaal niet. Nou, blijkt dat de winkels hier op woensdagmorgen dicht zijn. Dus we gaan nu naar Nijverhal. En dan gaan we kijken of daar de kringloop open is. We hebben even gekeken, als het goed is wel. Dus dan gaan we daar kijken. Volgens mij is dit wel een tv-meubel. Wat is dit? Ja, op zich. Het is nog best een mooi kleurtje. Oh, 42. Oh. Dat is een nieuw koop. Ja. Deze is 37,5. Oh, die vind ik heel glimmend. Dat past echt niet bij ons ding. Dit is ook niet echt wat je kan opschuren of zo. Dus echt van het. Dit is ook niet echt. Die is heel breed. Op zich is deze wel vet voor een salontafel. Maar die is wel heel groot en breed. Ja, ik vind het groot. Hoe duur is die dan? Hier. 32,50. Ja, wat ik had laten zien met het tafelblad en die stalen poten bij de IKEA is leuker. Qua eettafel of zo dan. Dit is ook vreselijk dit. Nou, hier staat. Niet echt wat. Die is heel groot. Het is wel vet, maar veel te groot. Hoe duur is die? 22. 22. Ja, ik vind dit allemaal niet echt bij ons ding passen. Maar wil je dat wel naar eentje? Ja, is goed. Nou, deze kringloop viel een beetje tegen. En voor de rest is alles dicht. Dus we gaan gewoon een keer de kringloop terug wanneer het open is. Maar we gaan nu even langs de Action. Maar hoe breed is die? Staat hier. 35x34. Dat is zoiets. Ja. Is wel heel leuk. Maar dit is ook niet met dat ding erop. Wel. Oh, wel? Oh. Kunnen we die niet zwart maken? Oh ja. Hier, oh, hier staan ook wat. Ik ben alweer thuis, zoals je kan zien. En helaas mocht het vandaag niet baten. Dus ja, we gaan gewoon verder met de zoektocht. En als we de volgende keer, of als ik de volgende keer, licht gaan, of we allebei kunnen, naar de kringloop gaan, of naar de Action, of naar de IKEA. We gaan nog overal heen, dan neem ik jullie mee. Dus ik zie jullie tot de volgende keer. Ik heb alvast de keuken, of eigenlijk de bijzettafeltjes gevonden. En ik heb 2 tafeltjes meegenomen van Action voor de verhuisvlog. Voor mijn nieuwe kamer in bij papa. Echt super leuk. 2 dagen geleden was ik hem met mijn zus en toen hadden ze hem niet meer. En nu wel weer. Goed, ik ben nu bij mijn vader. En de badkamer is zo goed als af. Ik zou even een update laten zien van de badkamer. Nou ja, we zijn nog druk bezig. Maar het is een beetje een rommeltje nu. Maar hier komt dus nog een deurklink. Nou, zoals ik zei, we zijn nog druk bezig met de riolering. Ook op dit moment. Om dat allemaal aan te sluiten. En om het water dus te laten kunnen stromen daar. Dus... dit was even een kleine update en het ziet er echt wel super strak uit, maar de rest komt dus nog. Maar goed, hier hebben we dus dan een badkamer en dan hebben we hier de douche die er echt super mooi al uitziet. Ik vind het ook heel vet met die zwarte stalen deuren. Nou ja, en dan hebben we hier dus de douchekop. Mijn vader heeft trouwens deze hele badkamer zelf gemaakt, echt super knap. Zelf getegeld, ook deze tegels. Maar het is nu eigenlijk een beetje een troepje, want ze zijn hier gewoon bezig met de riolering dus. Maar goed, hier een wc.
helemaal mooi. Een zwarte, hoe noem je dit? Toilethouder. Toiletborstel in het zwart. En dan die pedaalemmer. Nou, dit is net even gevallen. Maar dit is dat leuke ding met die plant. Dat staat hier dan heel leuk. We hebben dus een badmat in het beige. Heel erg zacht. Nou, het is nu dus een troep zoals ik altijd het zeg. Maar hier heb je dan een la en hier ook. Dus dat gaan we dan nog helemaal schoonmaken en inrichten. En ja, hier een spiegel en die komt van de Xenos. Goedemorgen, het is dinsdag en ik weet niet of het aan mij te zien is. Maar deze meid is een beetje brak. Ja, oh, eigenlijk heel erg hè, op een dinsdag. Ja, hè, wat corona allemaal niet met je doet. Gisteren was leuk. Had ik met een vriendin wat wijntjes en pink gin gedaan. Nou, dat was mooi. En dat merk ik op vandaag. Maar goed, dat geeft niet. We zijn vandaag bij mijn vader. En het is tijd om die muur aan te pakken. Deze verhuisvlog is een beetje van hak op de tak. Daar wil ik alvast mijn excuses voor aanbieden. Maar heel eerlijk, komt ook een beetje door de situatie waar we in zitten. Want ik had dus kringloopbeelden. En die kringloopbeelden die wilde ik sowieso in een video laten zien. Letterlijk een paar dagen toen ik dat allemaal had opgenomen ging de boel dicht. En toen had ik dus nog een paar beelden. Niet genoeg voor een hele video. En dat heb ik maar in deze vlog gedaan. Want ik vind het ook zonde om dat weg te doen. En ja, vervolgens werden hier updates gedaan in de badkamer. Want daar waren we mee aan de slag. Dat is ook niet in één keer klaar. Dus vandaar wat hak op de tak. Kleine updatejes en dingetjes. Maar goed, dat hoort er ook een beetje bij met verhuizen en alles. Dus dat. Vandaag ga ik hier, dit is een beetje een rommetje. Dit ga ik even opruimen en zo. En dan gaan we hier echt perfect. Ik dacht, hoe leuk is het om hierboven een decennio wand te gaan doen. Gewoon met allemaal lijsten. Dus ik heb lijsten uitgezocht en ik had ook nog wat lijsten. En die ga ik jullie zo allemaal even laten zien. Want ik heb ook nog een leuke kortingscode voor jullie. Ik heb nog een hele leuke kortingscode voor jullie kunnen regelen. Waarmee jullie 30% korting krijgen. Dat is best wel heel erg veel. Met de code FLOORD. Ik zal hem hier in beeld zetten. Krijg je 30% korting. Even kijken. Het is niet geldig op lijsten, handpicked selectie en gepersonaliseerde poses. En het is geldig tot met donderdag 25 februari. Dus best wel snel gaat het weer voorbij. Dus ik zou zeggen, check even de beschrijving. Ik zou daar anders even alles neerzetten. Een linkje, de kortingscode. En ja, dan kunnen jullie dat even checken. Dan gaan we nu de wand maken. En ik weet dus nog niet zo goed hoe ik hem wil. Dus ik ga hem denk ik eerst op de grond maken. En vervolgens aan de muur boren. Want dat moet ik gaan doen. Dus dat gaan we doen. En dan kan ik gelijk laten zien welke lijsten ik voor hier heb uitgekozen. Ik heb thuis in mijn kamer ook nog 3 lijsten. Echt super mooi. Die passen helemaal bij mijn nieuwe kamer thuis. Het is misschien heel raar. Maar deze verhuisvlogs zijn dus letterlijk van het huis in de kamer van bij mijn vader. Want mijn ouders zijn gescheiden. Maar thuis bij mijn moeder heb ik natuurlijk ook gewoon nog een kamer. En die heb ik ook helemaal geroom makeoverd. Ik maak daar gewoon een woord van. En die video's komen er dus nog aan. Maar daar heb ik deze 3 lijsten voor uitgekozen. En oh, het wordt zo mooi die kamer ook. Echt heel compleet anders dan hier. Dus dat is ook wel leuk. Dus die heb ik ook van Decenio. En dat is ook een beetje beige en zo. En dat past helemaal mooi bij die vibe. Maar deze vibe hier in deze kamer is natuurlijk groenig en wat industrieel en wat meer hard. Dus vandaar gouden lijsten en zwarte lijsten met groene en zwarte details. Zo, ik denk dat ik hem zo ga doen. Ik vind het wel grappig als het wat speelser is. Het hoeft voor mij niet helemaal perfect. En ik vind dat wel tof omdat hij natuurlijk een beetje scheef loopt. Dat je hier wat meer hebt en dan hier wat minder. Zeg maar zoals hier. Ik zit alleen met dit gat heel erg. Ik dacht ja, kan het ook zo doen. Maar dan heb je daar weer zo'n ding. Maar goed, dit zijn in ieder geval de lijsten die ik heb uitgekozen bij Decenio. Daar staat Peace. Ja, ik vind ze echt heel erg mooi. Ook met die groene tinten en dan wat zwart en zo en goud. En deze heb ik ook nog. Maar deze kan ik eventueel ook nog in mijn eigen kamer thuis. Want dat is beige. Maar goed, ik ben nog een beetje aan het schuiven. Ik denk dat hij het zo gaat worden. Ik vind het wel grappig als die net niet helemaal, ja, recht loopt met de onderkant en de bovenkant. Dus ja, laten we gewoon gaan beginnen. Nou, before. Nou, de eerste 3 hangen en ik vind het echt al helemaal een sfeertje geven. Echt heel erg leuk. Dus nu is de rest en ik hoop dat ik het een beetje goed doe.
tadaa. Ik vind hem echt heel erg leuk. En zoals je ziet loopt deze rij niet gelijk met de lijsten hier. Maar dat vind ik dus juist wel heel erg leuk. Dat speelse effect. Het geeft echt een heel mooi beeld eigenlijk. Het is gewoon wat gezellig of zo. Het maakt het echt een beetje een woonkamertje. Hè? Dus dat is goed gelukt. En dan heb ik hier nog deze twee zo. Helemaal gezellig. En dus de badkamer. Maar die hebben jullie nu wel kunnen zien. Maar het leuke is dat mijn vader hem dus helemaal zelf heeft gemaakt. Hij heeft zelfs getegeld. Terwijl hij gewoon niet een, hoe noem je dat, bouwvakker of iets is. Dus dat is wel echt heel erg leuk. En hier dan die spiegel die ik ook heel erg leuk vind. Met de wastafel. Ritual scheurspreetje. Ja, nu kunnen we dit uiteindelijk een beetje gaan indelen. Dan heb ik hier wat dingen staan die hier allemaal even in moeten. Dus dat gaan we nu gewoon even een plekje geven. Ik denk dat ik het wel heel handig vind om dit zo hier te laten staan. Ook al is dat natuurlijk niet heel mooi of zo. Maar goed, dat is wel handig. Ja, en die geurspreetjes is ook wel handig gewoon bij de toilet. Maar dat kan nergens staan. Dus die laten we ook gewoon hier. Misschien een beetje rommelig, maar prima. Oh ja, we hebben ook nog deze geurstokjes. Dat is ook wel heel erg handig. En dit kan dus niet. Nee. Oké, laten we gewoon even kijken hoe we dat gaan doen. Laten we één geurspray hierin doen. Want ja, voorraadje. Oké, dan heb ik hier make-up doekjes. Handig. Oké, wat is handig? Ik denk dat ik hier gewoon wat random dingetjes doe. En hieronder echt de douchespulletjes. Het is wel een beetje vies nog. Moet even afstoffen. Hier make-up dingetjes, parfum. Ik heb hier nog een parfummetje. Een desinfect. En dan doen we dat daaronder de douchedingen. Zoals douchegel, body lotion, etc. Hier nog een geurtje. Dat gaan we doen. Zo, en het is ingedeeld. Het echte schoonmaken kan ik pas later doen, want de water is nog niet aangesloten in verband met de riolering. Dus dat komt nog, maar in ieder geval zo ongeveer. Deze een beetje hier zo bij. Zo, en dan het eerste laadje. Dat wordt vast nog wel een beetje aangevuld. Ik heb het trouwens ook schoongemaakt met doekjes, dus het is nog een beetje nat, maar dat droogt wel op. Ik heb hier een spiegeltje, make-up doekjes. Hier echt de geurdingen. Dit zijn allemaal deo voor mannen of nou ja, voor ons kan ook. En voor de rest alleen maar geur, bodymistjes en parfum. En dan in de tweede la hebben we echt voor douchen. En dit is echt heel erg handig. Allemaal van die minis, die had ik nog. Ook van hotel en zo, maar ook van andere dingen. Rituals, shower foam, shampoo en conditioner allemaal. Shower, ook nog shower gel. Hier nog wat shower gel. Scrubjes, olie voor je haar en body butters. Dus dat zit hierin. Dus het wachten is echt alleen nog op de riolering die aangesloten moet worden. En dan kunnen we hier gewoon douchen naar de wc en zo. Echt helemaal leuk. En hier gewoon een leuk plantje. Ik vind het zo mooie badkamer geworden. Gewoon met die mat zo. Die lekkere zachte mat. Dit zo. En dan hier natuurlijk de douche. En ik vind die ook echt heel tof. Ook al is het best wel een kleine ruimte. Je kan echt nog wel mooie dingen hiermee maken met zo'n douche bijvoorbeeld. Ik vind dit zo mooi met dat staal. Dat zwarte. Dus dat. En de wc. Helemaal gezellig. Dus dat is de badkamer. Hij is eigenlijk helemaal af. Alleen het water moet er dus nog aangesloten worden. En dit gezellige hoekje ook helemaal blij mee. Nou, er komen vast nog wel wat veranderingen hier. Want het is allemaal nog een beetje ook een bende. Er staan nog heel veel klusdingen. En ja, er komt nog een die muur daar. Die hele grote groene. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Maar die komt nog helemaal vol met van zulke ja, lijsten. En hier, dit is ook heel rommelig die kast. Maar die gaat nog helemaal weg. En dan komt er een soort keukentje. Dus dat waren de verhuisvlogs voor de komende tijd. Zodra alles weer een beetje open gaat zoals de IKEA en zo, gaan we aan de slag met het keukentje. En dan zou ik dat sowieso nog wel filmen. En er komen vast nog wel wat verhuisvlogs of video's. Maar de komende tijd in ieder geval nog even niet. Want ja, we zijn zo goed als klaar. En nu is het een beetje wachten op tot de winkels een beetje weer open gaan. Zodat we het allemaal een beetje kunnen fine-tunen en zo. In ieder geval de grootste dingen zijn gedaan. En straks moet het nog een beetje allemaal een plekje krijgen. En opgeruimd worden vooral. Want het is ook echt wel een beetje een bende.
Maar goed, dat komt allemaal nog en dat gaan jullie vanzelf wel zien. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar de verhuisvlog en naar deze verhuisvlog. Sorry dus dat hij een beetje van hak op de tak ging, maar helaas niet heel veel aan te doen. Weet dus dat die kringloopbeelden dus voor de echte lockdown al waren opgenomen. Dus die zijn eigenlijk al best wel oud. Dat was nog gewoon in 2020 ook. Daarvoor nog eind zomer. Volgens mij zelfs nog toen de zomer net voorbij was. Best wel oude beelden. En ja, nu kunnen we natuurlijk niet knoppen. Dus weet dat dat wat oudere beelden zijn. Maar dat ik dat niet voor niks ja, weg wilde gooien. Ik had het wel gewoon gefilmd. Dus ik dacht ik doe het in deze video. Dus dan weten jullie dat. En ik zie jullie tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. En doe een duimpje omhoog en abonneer mijn kanaal. Want er komen nog hele leuke room makeovers aan in mijn huis bij mijn moeder. Of in mijn huis. In mijn kamer bij mijn moeder. Dus die komen er nog aan. Dus vergeet zeker niet dat te kijken en te volgen. Doei doei!